Mijn naam is Serge Stenen, ik ben arts en als onderzoeker verbonden aan het Amsterdam UMC ziekenhuis. Ik heb onderzoek verricht naar het effect van het gebruik van medicijnen tijdens psychotherapie voor posttraumatische stressstoornis. Er is veel bekend over het effect van de verschillende psychotherapieën voor posttraumatische stressstoornis. Het is ook bekend dat er wat minder grote effecten zijn van individuele medicamenten zoals SSRI-antidepressiva. Maar wat gek genoeg grotendeels onbekend is het effect van het gebruik van medicijnen tijdens de psychotherapeutische behandeling. En dat is van belang, omdat zo'n 38% van de mensen met PTSS medicamenten slikt. En dat mensen met PTSS medicamenten slikken heeft er voornamelijk mee te maken dat er lange wachtlijsten zijn voor de psychotherapeutische behandeling. Psychiaters en huisartsen die de heftige PTSS-klachten moeten managen, zitten vaak met de handen in het haar. Dan wordt er vaak off-label gegrepen, dus buiten de richtlijnen, naar medicamenten om symptomen te dempen, tegen nachtmerries en om beter te slapen. Hierbij kun je denken aan antidepressiva, benzodiazepine, antiepilepsiemedicijnen en antipsychotica. En men blijft die medicamenten dus vaak doorslikken tijdens de psychotherapeutische behandeling. Is dat dan goed, slecht of heeft dat geen effect? Dit hebben we onderzocht met behulp van een propensity score matched analyse van observationele data. Dat is een geavanceerd modern algoritme waarmee je eigenlijk de resultaten van een klinisch experiment nabootst. Je maakt namelijk vergelijkbare groepen. In een notendop komt het erop neer dat in deze database van 1500 mensen met PTSS, die zijn behandeld met een behandelprogramma dat bestond uit EMDR, langdurige exposure, psycho-educatie en fysieke activiteit, dat we de mensen die medicamenten gebruikten, hebben vergeleken met de mensen die medicamenten niet gebruikten. Bijvoorbeeld een vrouw van 42 met een bepaalde PTSS-score, met een bepaalde psychiatrische comorbiditeit, met een bepaald aantal behandeldagen en een bepaald aard van het trauma, vergeleken met een vergelijkbare vrouw met diezelfde eigenschappen. Zo krijg je twee groepen met vergelijkbare mensen, met matched pairs, waardoor je dus iets kunt zeggen over de echte causale verband tussen het gebruik van de medicijnen en de behandeluitkomst. En wat bleek nou het effect te zijn van deze specifieke groepen medicamenten op de behandeluitkomst van een therapie die bestond uit EMDR, langdurige exposure, psycho-educatie en fysieke activiteit? Nou, wat bleek is dat diverse medicamentgroepen, bepaalde antidepressiva, benzodiazepine en antiepilepsiemedicijnen, wel zo'n tussen de 10 en 30% verslechterend effect hadden op de behandeluitkomst. En wat betekent dit nou voor de klinische praktijk? Allereerst, het is nog steeds onbekend waarom deze middelen nou eigenlijk een negatief effect hebben op de behandeluitkomst. Maar evident is dat ze het wel hebben. De vraag is, en dat zal ik experimentele studies moeten aantonen, of het tijdelijk stoppen of het afbouwen van de dosis van deze middelen leidt tot een beter behandelresultaat.